Welkom bij Simp NFT, vandaag een nieuwe video. Vandaag de line-ups en de rewards die dit weekend waren. Het was echt een geweldig weekend. Waarschijnlijk gaan we over de 300 euro. Ik weet het eigenlijk wel bijna zeker. Dus het is echt een top weekend. Ik heb 1 keer een tier 2 gewonnen van de rare kaarten. En 2 keer tier 3 van de limited kaarten. En ik heb ook nog eens 0,05 Ethereum gewonnen. En dat komt ongeveer uit op 100 euro. Dus natuurlijk gewoon een geweldig weekend. En we gaan even door de line-ups heen en daarna gaan wij de rewards openen. Als allereerst de All-Star Divisie 541 geworden. Je had eigenlijk helemaal niet zo heel veel punten nodig vergeleken vorige week. Daar had je echt veel meer punten nodig. Toen waren echt punten van 460 nodig. Niet om een tier 3 te halen, maar echt om hogere prijzen te halen. En dat was deze keer wat minder. Maar 393 voor een tier 3, best wel een hoge tier 3. Dus ik ben heel benieuwd wat dat ook gaat worden. Ik had, als keeper had ik van Benfica natuurlijk. Ja, die hebben 2 doorgelaten omdat de eerste helft Benfica zo slecht speelde. Dat Sporting misschien ook wel gewoon heel goed speelde. Maar het was gewoon niet al te best van Benfica. Toch nog 49,3 punten gehaald omdat hij toch nog wat saves heeft. 5 saves en 4 saves shot from inside the box. Dus ja, daarom kreeg hij natuurlijk nog wat punten en het was niet zoveel. Vitek, ja, die had weer een prachtige score. Ik zei het al de laatste tijd, ik heb voor 5 euro opgepikt en daar was ik best wel blij mee. Vooral tegen wat mindere tegenstanders kan Vitek gewoon een hele goede score halen. En dat wil ik jullie even laten zien. Zoals je ziet hier, Vitek is nu 7,70 euro, dus ja, kan ook nog winst pakken. Maar je ziet de laatste tijd, hij is gewoon heel goed in vorm. Bijvoorbeeld hier tegen Code Eagles wonnen ze 2-0, toen was hij betrokken bij een goal. Hier was het wat minder, dat was tegen NEC. Tegen Excelsior, weer een iets slechtere club. Daar had hij een hele goede allround score van 54,2. Hier had hij een hele goede allround score tegen Fortuna, 45,9. Tegen Cambuur had hij een goede allround score, 46,4. En deze keer was hij betrokken bij een goal en assist, maar toch weer ook een allround score van 42,2. Waardoor hij de laatste tijd gewoon echt geweldige scores haalt. Het is jammer dat de rest niet zo geprofiteerd ervan heb. Otamendi 86,1. Geweldig natuurlijk als je 2 goals tegen krijgt en alsnog een score van 86,1 kan halen. João Mario, ja, op zijn João Mario's de laatste tijd was gewoon niet best. Ik heb het al vaker aan jullie laten zien natuurlijk. João Mario is de laatste tijd gewoon niet zo in vorm. Dus liefst ga ik hem ook vermijden de laatste weken. Maar misschien kan dat hij zijn vorm nog wel terugkrijgt volgend jaar. We moeten het zien, maar de laatste tijd, ja, je ziet het gewoon, is het echt drama. En Griezmann, ja, die had natuurlijk gewoon weer een assist. Werd weer tijd natuurlijk. De wedstrijd ervoor had hij volgens mij niks als het goed is. Ja, dan had hij niks, 56. Maar je ziet zijn scores zijn gewoon geweldig. Eigenlijk zie je gewoon een soort van lijn in deze grafiek komen. Die gaat echt een beetje zo. En dan gaat hij nu een beetje wat gemiddelder zo. Maar echt fantastisch. Je ziet deze scores. Dat is echt niet normaal voor een speler. En daarom blijft hij ook natuurlijk heel hoog in prijs. Nog steeds 93 euro. Ja, een van de beste spelers op dit moment op Sorer ook. In zijn laatste 584, in zijn laatste 1573 en in zijn laatste 4069. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En daarom hebben wij een tier 3 gewonnen. Dan gaan we naar de volgende line-up en dat is de All-Star Rare. En hier hebben wij 409 punten gehaald en zijn we 65ste geworden, wat natuurlijk fantastisch is. Dit zijn allemaal spelers eigenlijk voor volgend jaar. Maar ja, ik had ze alvast gekocht. En ik dacht, ik doe ze gewoon in een team. En ja, je ziet wat er is gebeurd. De eerste wedstrijd had ik Barcola. Die moest op vrijdag tegen Monaco. Ik dacht al, ja, dat wordt een moeilijke wedstrijd. Hij speelde ook niet heel goed. Er waren spelers die veel beter speelden. Zoals Cherky, Lacazette. Maar Barcola kon toch een assist geven. En ja, toch 68,6 gehaald. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee op de vrijdag al. Daarna hadden wij, als het goed is, Gregersen. Die moest op een zaterdag, zaterdag om 14:15 dacht ik. En die had een goal gescoord. Ja, natuurlijk is dat wel een beetje lucky als je een goal krijgt van een verdediger. Maar alsnog een allround score van 59,2. Dus dan had hij alsnog een hele hoge score gehaald van tussen de 90 en 95 denk ik. Ja, bijna 100 denk ik zelfs wel met de bonus die ik heb. Dus op zich had het niet zo heel veel uitgemaakt. Maar deze speler is de laatste tijd ook echt in vorm. En het is grote kans dat Bordeaux gaat promoveren. Maar hij is zo goed in vorm. Ik heb gescout toen voor 63 euro. Nou, je ziet de laatste tijd zijn scores zijn natuurlijk gewoon hartstikke prima. Je ziet zijn laatste 5 81 zelfs en zijn laatste 15 66. Daarvoor was het wat minder spelen, maar de laatste tijd weet hij echt wat hij doet en ja, gaat het echt gewoon hartstikke goed met hem. Daarna hebben wij Otavio. Ja, die begon ook heel lekker. Want
Ik weet niet precies meer welke minuten. Precies wanneer hij een penalty veroorzaakte. Hij liep de penaltygebied in. Hij deed met zijn rechterbeen naar zijn linkerbeen. En ja, toen kwam die speler als een lompe gozer kwam die erin. En overtreding, dus moest de penalty genomen worden. Nou, Taremi nam de penalty. Die miste hij. Gelukkig dat die overgenomen moest worden. Omdat de speler van de tegenstander, die liep al in de 16. Terwijl de penalty nog niet genomen was. Dus hij moest overnieuw genomen worden. Ja, en Taremi scoorde de tweede keer wel. En daarna, ja, een paar minuten later gaf hij een assist. Een hele mooie assist. En ja, die kon Taremi ook scoren. En daardoor werd het 2-0. Dus ja, ook al een hele hoge score gelijk. Daarna bleef hij heel lang heel tijd hangen eigenlijk op deze score. Ik had nog wel verwacht dat hij 100 zou halen. Maar ja, helaas is dat niet gelukt. Taremi die scoorde daarna nog twee keer. Twee keer penalties. Dus die had 4 doelpunten gescoord. Niet normaal. En dus ja, we hadden al een hele goede score. Nou, daarna moest ik Miolet tegen Antwerpen. Ja, ik dacht eigenlijk, ja, dat wordt niks. De nummer 1, Antwerpen tegen Club Brugge. Maar toch, Club Brugge maakte thuis waar en ja, de nul gehouden. En hij had eigenlijk helemaal niks te doen. Dus hij had gewoon 64,5. Je ziet ook hier had hij 1,3. Ja, dat zijn allemaal paasjes geweest. Een lange bal. Je ziet mispaas, paasjes. Dus ja, dat was gewoon niet de allerbeste score. Maar ik was natuurlijk gewoon blij dat hij de nul had gehouden. En daarna moest Pavlovic tegen Sturm Graz. Ja, die kreeg in de 43 minuten een doepen tegen. En die schomde echt heel de tijd. Die schomde van 40 naar 60. Weer terug naar 50. Weer naar 60. En zo bleef het de hele tijd gaan. En toen had hij 63 punten gehaald. Einde van de wedstrijd. En opeens kreeg hij 13 punten aftrek nog. Dus ja, als was ik nog wat hoger geweest. Maar dat had niet uitgemaakt. Als ik dan nog een tier 2 horaire of extra hoge Ethereum had gehaald. Dus ja, 65, ik ben hartstikke blij. Tier 2, en die gaan we dadelijk natuurlijk gewoon openen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Dan gaan we naar de volgende, en dat is Challenge Europe. Daar had ik 399 punten, bijna 400 punten gehaald. Ik zat wel over de 400, maar ja, er zijn nog wat punten afgetrokken. Unistal, ja, die had de 0 gehouden. Geweldig tegen RKC, 5-0, 120. Geweldig score natuurlijk. Mechelen, 69,1 tegen Antwerpen. Ik had eigenlijk helemaal niks verwacht van dit team. Ik had ze allemaal gewoon erin gedropt in de Challenge Europe. En ik dacht, ik zie wel. En toch nog een tier 3 gewonnen. Dus ja, het is beter dat je ze dan gewoon allemaal erbij dropt. Starveld, ja, die kreeg ook weer 2 goals tegen. 68,5 toch gehaald. Dus nog best wel knap scoren. Ivan Nusek, had, ja, die had een goal gemaakt. 79,9 gehaald. Nou ja, mijn captain, 103. En Bergwijn, ja, die had ook een doelpunt gemaakt tegen Utrecht. Dat was de eerste. Een lekker doelpunt was dat. 86,4. Dus daarmee won ik een tier 3. En ik had het helemaal niet verwacht, want ik had wel verwacht dat RKC misschien wel een doelpuntje zou maken tegen Unistal. Mechelen tegen Antwerpen was gewoon een moeilijke wedstrijd. Nou, Starveld had ik misschien wel verwacht van, oké, die gaat een score, kan wel een goede score halen. Bergwijn ook wel, thuis tegen Utrecht. En Ivan Nusek had ik niet eens verwacht dat hij zou spelen. Omdat Dynamo Zagreb toch al kampioen is. Dus ja, dat is allemaal mooi meegenomen. Dan de laatste onder 23 en daar moest ik nog 7 punten voor een reward. Dus ja, het was eigenlijk een echt uitstekend weekend. Maar ja, helaas, natuurlijk, die 7 punten kom ik tekort door mijn keeper. Maar ja, die moest tegen Dynamo Zagreb en ik had geen andere keeper. Dus ja, ik moest kiezen voor Labrovic. En verder had hij ook niet veel te doen, waardoor hij niet echt een hoge score kon krijgen. Dus ja, die had 37,2 gehaald. Ja, kan ik natuurlijk niks van zeggen dat hij dan slecht heeft gekeept. Het is de beste club, een van de moeilijkste wedstrijden van het jaar. Dus ja. Pavlovic, ja, die had dan 13 punten. Ja, dat ging eraf. Dus ja, ik had nog een tier 5 kunnen halen, maar ja, dat moet eerlijk blijven natuurlijk. Dus Opta verandert de scores en dan verandert Sora Data ook de scores en Sora natuurlijk ook. Dus dat is logisch. Baturina, weer met een assist, 84,2. Simons, oh, die was slecht. Die begon heel goed. Die begon opeens, stond hij op de 55 en toen is hij helemaal gezakt naar 30 weer. Ik weet niet wat er allemaal was gebeurd, maar hij had zoveel minpunten opeens. Ook door die goals natuurlijk, maar ook, je ziet min 8 bij possession lost. Je ziet duel lost, min 8. Missed pass, min 2,4. Hij heeft 2 grote kansen gemist, min 10. Dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal wel grote puntenverlies. Maar ja, dat heb je af en toe. Shota, geen doelpunt gescoord, maar toch 72,7 gehaald. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch als je dat als aanvaller kan halen zonder doelpunt. Dus ik ben heel blij dat ik deze speler heb en dat ik hem ook kan houden. Volgend jaar kan ik hem niet meer onder de 23 natuurlijk inzetten. Maar ik ga hem sowieso houden, want het is een geweldige speler. En dan gaan we nu naar de rewards. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Let's go. Oké, en dan nu de rewards. We hebben natuurlijk 5 rewards. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik zie dat het waarschijnlijk een Premier League kaart wordt of een MLS kaart.
Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden daarmee. 950 coins, hartstikke lekker natuurlijk. We gaan de Ethereum even binnenhalen. Dat is natuurlijk ongeveer 100 euro, 0,054 Ethereum. Hartstikke mooi meegenomen. Dan gaan we naar de eerste T3 en dit is van de Challenge Europe. Die zijn meestal wat minder dan de All-Star, denk ik. En dit is uit Oostenrijk, middenvelder van geen idee welk club dit is. Echt geen idee. Die komt mij niet heel bekend voor. Lucas heet die. Lucas Friedrikas. En die is €3,59 waard. En wow, zijn scores zijn helemaal niet zo slecht. 75, 60, 80, 81, 70, 70. Oké. Bij Lustenau. Austria Lustenau. Geen idee, ik ken die club niet echt. Volg die ook niet echt. Maar best wel interessant speler. Als je kijkt naar die scores. Helemaal geen verkeerde speler. Hij heeft wel een hele slechte allround score. Hij komt gewoon door zijn doelpunt. Komt hij gewoon heel ver. Je ziet dat hij heel vaak betrokken is bij een doelpunt. Dus daarom is het een interessant speler. Oké. Niet helemaal verkeerd. Dan gaan we naar de volgende tier 3 in de All-Star. Die zal wel iets meer waard zijn. Colombia, als het goed is. Aanvaller. Ook geen idee welke club dit is. En dat is Harold Preciado. Ook geen idee wie dit is. Harold Preciado van Club Santos Laguna. En die is €6,94. Ja, die is bijna het dubbele waard. En ja, dat is niet heel bijzonder of zo. Dus ik denk dat ik die gewoon ga verkopen. En dan gaan we natuurlijk naar de laatste. En ik ben heel benieuwd wat dit is. De rare kaart. Let's go. We gaan het gewoon openen. En het is een Brazil middenvelder van Newcastle. En dat is Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Ik ben heel benieuwd hoeveel hij op dit moment waard is. En hij is 286 was zijn laatste verkoop. Dat was 2 weken geleden. Nou, dat is natuurlijk dikke prima. Zijn scores zijn op zich wel redelijk. 188, 64, 61, 70, 85. Oké, het is wel redelijk. Ik ben meestal niet zo fan van de Premier League competitie. Waarschijnlijk ga ik hem ook verkopen. Even afwachten wat als hij weggaat. Ik zie wel dat hij nog contract tot 2026 heeft. Maar misschien als een grote club komt, misschien even afwachten. Maar op zich wel een redelijke speler. Hij haalt op zich wel een redelijk allround score. Ja, het is gewoon even afwachten wat ik ga doen. Ik ben er in ieder geval wel blij mee. Ik ga wel even kijken op de markt hoeveel hij nou echt waard is. Hoeveel hij nu op dit moment staat. Even kijken. Hij staat er niet eens op de markt. Nou, in ieder geval, ik zal ongeveer €300 zijn. Dus ga daarvan uit. €300 plus €100 plus €10 maakt €410 natuurlijk. Dus ik ben hartstikke blij mee. Vind je deze video leuk? Laat een like achter en dan zie ik je bij de volgende video. Laat eens.